dat tegen je vriendin, zeker. Yo, what up, kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe Survival-serie samen met Jerry. En hoogtevrees. Samen met Rico. Pap. Wat? Hoogtevrees. Pap. Hoogtevrees, pap. Hoogtevrees, pap. Pat, hoogtevrees. Ja, ik zit zo... Ik ben so high today. Dat klonk zo gay. So high. High. Oké, okay, yeah. Ja? Nee. Gewoon, no. Yay! Oh, ik heb trouwens al een achievement. Banaan? Ja, nee, koudtipper. Ja. Ga maar in je chat kijken, daar staat koudtipper. Hij is een koudtipper. Dus Chavrico just earned achievement koudtipper. Ik ga even een iron pickaxe maken. Ik ga nog een iron pickaxe maken. Ah, ik ben gewoon elkaar goed bezig op deze berg hier zo. Ik ga dus, een iron sword maken. Ik kan me niet schelen wat jullie allemaal voor achievements halen. Ik ben gewoon goed bezig. Yay! Time to strike! Tijd om te strijken, jongen. Het is weer tijd om te strijken. Eigen zwaard, toch? Yep. Jullie zijn goed bezig, hoor. En ik ondertussen heb wel een berg beklommen. Dan ga ik even kijken hoe het met eten staat, want ik heb best wel honger eigenlijk. Honger? Ja, nou, ik heb een volle baard. Ik heb net nog wat koeien gevonden. Ja, ik ga nog even het spul meenemen. Ik ga even een crafting table meenemen. Ik ga nog even een paar furnaces meenemen. Ik heb een skeleton binnen. Hallo. En ik ga eerst in mijn bed slapen. Saflof, die dood. Wat? Moet je even een deur maken. Eventueel bij voorkeur niet te veel deuren maken, dank u wel. Ik heb er al vier. Nou, daar krijg je een paar hart aan vol van, hè. Ik ga nog even wat... Ja, ik moet er met een gigantisch diepe mine aan het maken. Ik zit ook te wachten tot het een keer dag wordt. Is dat dag? Nee. Hoop. Nee, ik merk het is een zombie aan mijn deur. Mooi. Ik ga even zeker dat ik nog maar even een schep maken. Even slapen. Slaap je toe. Ja, Jerry moet eens zijn bed nog steeds ophalen, hè? Ja, goed. Kun je om mijn hoofd te zetten. Ah, nice. Hey. Time to strike. Tijd om te strijken. Het is trouwens middernacht, het duurt nog wel even voordat het dag wordt. Hè? Huh? Het is trouwens middernacht, dus het duurt nog even voordat het dag wordt. Nee, wat louter van mij vroeg, wat vraag kan je? Kan je wel strijken? Of ik kan strijken? Ja, kan je strijken. Wat denk je zelf? Nee. Nee, natuurlijk niet. Zet ik een goud ook mee, voor de zekerheid. En nog wat doen. Ja, ik ga er, tenminste als Jerry, als jij nog wil slapen ofzo, want de dag begint te worden, want er zijn hier ongelooflijk veel zombies. Ja, nou dan kom je even mijn bed naar me toe brengen. Ja, ik krijg het heen en weer maar met jou, anders ga je maar een dagje maar even uit. Want ik weet niet of Rico bij zijn bed is. Ik ben even een skeleton aan het killen en nu kan ik naar mijn bed toe. Oké, okay, nou, Jerry, dan log jij even uit. Nu? Geen gejank, kom op. Okay, ik lig in mijn bed. Ik doe het wel zo. Ja! Nazi. Yo. Ik kan weer terug, zo met jij. Oh jee, je kan ook al. Oh, mini zombie. Hallo. Hey, oh kut, dat is een brandende skeleton. Ah nee, creepy. Boom, dood. Mooi, ik ga weer terug naar die ene grot waar ik was, want er was nog redstone en dat soort dingen en nog gold. Dus ik vind als er nog iemand mee wil of zo, iemand wil wat anders doen. Hoe staat het met eten trouwens? Vraag maar. Slecht, slecht, heel slecht. Heeft iemand geen bone meal? Nee, mijn huis! Oh. Mijn huis. Maar ik woon heel ver van jullie vandaan. Mijn huis is opgeblazen. Kijk hè. Nee. Waar was die gemaakt? Dirt. Ja, vind je het gek? Dat verdient gewoon om opgebouwd te worden. Zeker als die door jou is gebouwd. Oh, dat is echt geen jetty. Ja, je weet dat ik veel beter kan bouwen, hoor. Ja, dat zeg ik. Ja, nou. Sorry, hoor, dat ik hier verdomme nog helemaal niks heb. Ik heb geen eens eten. Ik heb maar een half hartje. Ja, maar jij gaat de hele bergen beklimmen, dus ja. Ja, waarom? Oh mijn god. Oh mijn god! Omdat het uitdaging is. Face killers. Wat jullie doen is niet survivalen. Wat jullie doen is een beetje... mietjes gedoe. Ik ben hier kaart aan survivalen. Ja, ik heb maar survival, waar zijn nou mijn... Ik heb al voedsel. Van alles, man. Ja, ik probeer eerst mijn levensbehoeften te regelen. En jullie gaan gelijk al een beetje lopen gaten graven. Oh ja, potato's. Ik heb trouwens geen gat gegraven. Ik heb boommeel, dus ik kan in principe kan ik even... Dat moet dan snel gebeuren. Nee. Even, ik heb hier wat potteltjes en nog meer potteltjes, jij nou water. Oké, ik doe al een upgrade. Ik maak de onderste rand van mijn huis maak van steen. Hé, hey, een desert village. Daar gaan we even kijken. Nice. Stelletje.
boys. In de sneeuw staat nooit een village, hè? Nee. En nou en? Oh, dit is een enorme sand glitch. Als jullie lek krijgen, dan komt het door mij. Omdat ik lol heb. Lol. Lol. Lols. Oh, heel die berg zakt door in elkaar. Wauw, zou ik dat hard willen zien? Weet ik, maar ik kreeg het niet te zien. Jij vuile. Ah, en is een. Piep. Mooi, ik ga weer richting. Ik heb in ieder geval een ui en een hoedje. Je bent. Wow. Of... Ik heb een chestplate. Yay. Ik heb helemaal niks. Ik heb een village gevonden met villagers die rondrennen omdat er een zombie achter zijn. 20 kool voor een emerald. Oh, waarom heb ik mijn kool niet meegenomen? Ik heb geloof ik 80.000 kool. Dat is cool. Cool, hè? Cool, man. Ik weet het. Cool. Ik ga weer richting mijn plekje. Oké, ik maak één gat in het plafond. Dan kan ik tenminste zien of het dag of nacht is. Maar met mijn half hartje moet je heel voorzichtig zijn natuurlijk. Ja, vooral als je Jerry heeft. Snap je. Maar... Snap. Jij begreep? Oké, ik moet meer graan hebben, dan kan ik zo meteen mijn gootjes makken. Maar kijk, het is nu gewoon zo, het is een kwestie van geduld voor mij. Zodra ik daar straks een kwestie van geduld. En maar geef toe, als ik straks nog eenmaal een beetje graan heb, een beetje voedsel en een beetje wat dieper heb kunnen minen. Dan denk ik zit nou. Kut villager, ren niet weg of zo. Ben je helemaal gek of zo? Eén boek voor een emerald. Andersom bedoel ik. Sport niet helemaal hoor. Kijk, nog meer potatoes en carrots. Mooi man. En die villetjes net afzetters. Ik heb redstone. Yeah. Nog een gold mine hier. Hey, ik kan heel makkelijk naar die kleiberg toe komen, want die zit gewoon verbonden aan die berg waar ik nu op zit. Oké. En als ik zo eens kijk, ik heb ook een hele mooie vlakke berg, dus als ik wil, kan ik hier een heel mooi kasteel bouwen. Klonk dat gay? Ja. Het klonk zo gay dat het gewoon echt te gay was. Ben ik niet gewend van je. Nee, weet ik. Hey, dat was aardig gay, Gons. Ja. Amai. En nog meer redstone. Heb je al diamond? Want dat is daar. Ja, trouwens, ik had die diamonds gevonden en ik kan de weg niet meer terugvinden naar de diamonds. Dus ja, jij hebt niet gemijnd, hè? Ik had het te druk voor een koe. Hey, er zijn hier allemaal koeien! Dus de uitdaging loopt nog steeds. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik hem ga verliezen. Ik denk dat de Gons hem gaat winnen. Ik denk dat ik hem ga winnen. Dat denk ik niet. Suddenly. Jij moet eerst 800 blokken naar beneden, omdat je op die berg zit van je. Klopt. Ja, Jerry. Hey. Vind je dat normaal? Ik denk dat we ze wel redelijk. Als we zodra we even wat dea en zo hebben, wat genoeg iron en zo, dan gaan we een vaste stekje denk ik zoeken. Ik heb mijn vaste stekje al gevonden. Gaan we zo, nu pas hot topic. Ja, Jerry is een beetje van de late kant, kan hij niks aan doen. Ja, jongen, ik moet nog eerst 30 keer godverdomme van die bergen vallen en naar beneden en dan weer naar boven en dan weer naar beneden en dan weer naar boven. En er is hier geen eens water. Er is hier geen eens... Maak toch een emmer en neem water mee. Hey. Weet je, dan moet ik 2 keer heen en weer lopen. Ja, gek man. Dan moet ik eerst iron hebben, dan moet ik eerst helemaal... 10.000 keer dood. Dus wat maakt dat uit? Ja. Oké, weet je wat, ik ga eerst al mijn spullen in een chest stoppen en dan ga ik even... Wacht, ik ga eerst even wat vleesjes maken. Want ik heb hier wel dat één ding wat jullie daar beneden hebben, een overvloed aan koeien. Ik heb hier echt een overvloed aan koeien gewoon. Ja, maar we gaan straks met z'n allen een vaste stekje zoeken, hè? Ik heb al een vaste stekje. Maar mag als, die bij... community mag... gaan leven. Van community. Oh, dus we moeten bij elkaar nog bij... Oh, nou ja, want het wordt daar zo'n soort met grote dorp, hè, wat we dan gaan maken, zo. Godverdomme. We moeten daar eens een plekje zoeken waar alles goed... Waar we alles kunnen weghalen. Dus waar we dus die klei kunnen weghalen, waar we dit kunnen weghalen. Dus, maar wacht even, dus ik loop hier nou voor niks al helemaal dingetjes te bouwen en alles. Ja, maar dat is meestal zo met jou toch? Oh nee, Jerry, niet weer huilen! Hoi. Rico, troost hem even. Ik ben gek, dus geen wijf. Troosten, nou dat weet ik soms niet.
Jera. Kijk, oh, wacht even hoor, hier is mijn achievement. Voor vandaag. Oh. Baked bread. Je bent zelf een baked bread. Ik vind het... Sorry, dat was een hele goeie. I found a cave, and I found lots of iron. Yes, I do. Oké, chest, even alles erin. En dan gaan we eens even kijken bij jullie. Bij mij, ik ben... Jullie, waarom... Ik ben daar niet. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Er komt een zombie villager op mij af met een iron sword. Oh mijn god. Er is ook een Enderman. Oh, natuurlijk hoor, hij is weer dood. Ja, dat deed ik expres deze keer, want ik wou weer bij de village. Ja, ja, ja. Niet! Niet! Ik zeg toch net, ik kom weer even naar jullie toe. Ja, ja. Nou, ik heb dat helemaal niet gehoord, dus dat is gewoon weer bullshit. Ja, dan zit je gewoon weer niet te luisteren, want ik zei toch echt, ik gooi even mijn spullen in de chest en dan kom ik even richting jullie. Oftewel, wat ik daarmee bedoel, ik spring even van die berg naar mezelf dood. Ik heb hier een awesome cave gevonden, jongens. Ik heb veel resources hier. Ja, ik heb geen cave. En ik ging bijna dood. Ja. Maar Jerry. Ja? Hoe gaat het verder met jou met uploaden dat soort dingen op Wouter's kanaal? Ik heb de laatste tijd niet veel geüpload, want ik was behoorlijk druk. School en alles. Okay. Maar ik ben op dit moment weer bezig met wat nieuwe opnames. Ik heb alweer een behoorlijk voorraadje met allemaal rotzooi en dingen voor Battlefield natuurlijk. Kijk eens aan. Dus ik was binnenkort wel weer van plan wat up te loaden, ja. Dat was altijd goed. Ja, precies. Ik ga hier denk ik even een baan. Ik heb wat met lava, serieus. Dan graaf je een blokje weg en dan wil je naar voren lopen en dus staat er net lava. Nee, daar moet je niet invallen. Nee. Daarom ga ik even heel slim doen. Ik ga hier even een klein basis maken. Zal ik doodgaan? Ik word beschoten, maar ik weet niet waar weg. Help. Daar weg dus. Dood jij. Ga dood. Haha. Ik ga hier wel even een basisje maken, dat lijkt me wel een slim idee. Ja, ik ga eens even kijken, want ik ben alweer bij jullie. Tenminste, bij het... Ik ben duidelijk niet. Oké, maar wat ik nou bedoel te zeggen is gewoon dat ik weer terug bij het stenige beuren dinges ben. Pardon. Oh, kut. Oh, yo, ik viel de lava. En ik kom even wat wortels halen. Dat moet je niet doen, hè? Ja, er zat gelukkig al water. Oh, mag ik weer geen wortels halen? Ja, wel, natuurlijk wel. Nee, maar. Ben ik niet blij mee. Ga je nou ook huilen? Daar gaat hij weer hoor. We moeten die jongen niet zo vaak pesten, denk ik. Kut. Ik word gewhatsappt, ik voel me populair. Ja? Ja. Mooi, ik heb hier een klein basisje gemaakt, dus dat zal goed komen. Ik ga verder met mijnen. Ik heb geen iron meer om een pickaxe te maken. Oh mijn god. Dat is niet erg. Ik maak gewoon een stenen. Ja, ik heb twee iron, dat is best wel lullig trouwens. Oké. En we gaan weer de mijn in. Gezellig, mijn. Alleen het ene muziekje ontbreekt nog, hè, van Sneeuwwitje. Hey ho, hey ho. Maar ik ben een pap, geen dwerg. Ja, klopt. Nee, je had rabbit. Ik ben pas op hoogte 74, kom op, hé. Oh my god. Ik moet een beetje ik heb er maar één nodig voor een eigen pikken. Oh mijn god. I found Dia. Ja? Ja. Het zit alleen boven lava. Ja. Yeah. Dus dat wil ik even eerst zien om te lossen. Kijk. En dan ben ik verder, dan ben ik eigenlijk gewoon hier het lava netjes aan het wegwerken. Dan komt er een zombie bij mij van achter is ploep en ik val het lava in. Ik hoop het, anders win je deze opdracht, de allereerste. Dan heb ik mijn eerste blokje verdiend. Aids. Mijn eerste blokje. Is het wel leuk zijn als ik nu is echt...
is er toevallig iets nuttigs hier zo wat ik kan meenemen of zo? Ik denk, want ik vergeet iets volgens mij. Ik moet nog iets meenemen. Je moet bij mij nog een bed! Oh mijn god, ik heb een grote mond. Wat? Ik heb een half hartje. Oh, dan ploft een creeper achter mij, vlak voor het lava. Ja, maar het nadeel is, ik heb een half hartje nadat ik helemaal zo'n berg op ben geklommen. En dan heb ik het nog lang overleefd tot ik het zelf aan. Hey, diamonds in the sky. Yeah! Komt er nou zo'n scorebord rechts in het scherm? Oh, dat is wat we moeten doen eigenlijk. Hoe doe je dat ook weer? Zes scorebord toch of zo? Geen idee. Maar ik heb, die heb ik dan gepakt. Ik heb er nou 6. Jammer dat ik geen fortune heb, maar ik ga sowieso bewaren voor een enchantment table. Dat lijkt me wel handig. Voor onze levels, een beetje, ja, voor Jerry is niet nodig, want die gaat toch steeds dood. Hebben jullie wat eiden of zo? Ergens. Ik heb namelijk eventjes 6 eiden nodig voor buckets met water. En dan kan ik tenminste een infinite water source boven neergooien. Oh, ik dacht je zou eieren. Nee. Ik heb hier 15 eieren in mijn grot. Maar ik ben bijna dood, dus ik heb een half watje en ik heb eten nodig, dus... Ik wil je best... Oh, wacht, ik heb een rotte flash. Ik wil je komen helpen, maar dan moet je wel echt... Nee! Oh, dat was bijna alles kapot gegaan, ik heb een creeper achter me aan. Als je doodgaat, telt hij niet meer, hè? Toch wel, ik heb een dia ingeleverd. Nee, dia zit in de kist. Nope, hij telt gewoon niet. Toch wel, een dia zit in de kist. Als de kist ontploft... En mijn kist is niet ontploft. Maar als, ik zeg als. Oh Laurens, waar zijt gij nou? Ik zit in mijn grot. Wat is je god nou weer dan? Ik ben een rotte flesje aan het eten. Zou je niet moeten doen, hè? Dus even kijken of ik een poging kan doen om een deurtje te maken. Zo. Ja, ik heb er zat shit voor pickaxe. Nee, dit is de zombieacht, man. Oh my god. Oh my god. Wat ga je nou doen dan? Ja, ik ga in die kerk zitten als mijn heilig boontje. Noep. Is het vuur? Nope. Yo, ik heb een diamond pickaxe. Mag ik hem hebben? Nee. Mag ik Aiden hebben? Ja, wel, die mag je wel hebben. Zes aiden. Kan ik 2 buckets maken? Als jij eten voor me meeneemt. Sure. Waar ben je? Ik ben in mijn grot. Waar is je grot? Daar, als je helemaal naar onder gaat, blaas naar beneden, dan verder naar beneden. En dan ben je village helemaal verder naar beneden. En dan ga je blaas links. En dan heb je verderop kan je naar rechts. En dan ga je ook weer naar links. En dan ga je voorbij een boom. En dan zie je heel veel vierkante blokjes. En daar ben ik. Weet je wat? Kom jij maar even naar mij toe. Nou, weet je wat? Ik vond dat net wel duidelijk uitleg. Ja. Ik ga nu richting Jerry en dan ga ik mijn eten ophalen. Dus bij deze ga ik de aflevering afsluiten. Doei! En dan vergeet niet te abonneren op de rest van de kanaal en niet te abonneren op Conti Games. Vergeet niet te liken en dan zien we jullie de volgende keer weer. Over 2 afleveringen. Hierna gaan we een gast uitnodigen, de volgende. Dus laat even een reactie achter als je mee wilt doen. En dan komt het allemaal goed. Voor nu zeg ik mensen tot de volgende keer en later. Daar. Nah.